dat ik dacht, de Canadezen, dat die Nederland bevrijd hebben, dat daar kwam het eerste bij mij op. Dus dan heb ik dit geschilderd. Vliegen van ons naar Espelijn worden niet teruggevloten, worden niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het westen. Ja, maar wat een geweldige expositie. De expositie gaat over 75 jaar vrijheid. Ja, dat klopt, inderdaad. Hoe is dat tot stand gekomen? De gasthouder vroeg mij om zeg maar de expositie in te gaan richten hier. Ze wisten ook dat ik zeg maar, met heel veel mensen samen schilder. En dan heb je al gauw zeg maar, heel veel leuke verschillende schilderijen die je dan op kan hangen. En eigenlijk, ja, ik heb het voorgelegd aan ze en iedereen die vond het eigenlijk al heel erg gauw leuk om daar wat aan te doen. Allemaal cursisten voor jou, hè? Allemaal cursisten van mij, ja, klopt. Ja, inderdaad. En hoeveel schilderijen hangen hier nou? Van hoeveel cursisten? 15 cursisten die hier aan meewerken en zeg maar een stuk of 20 schilderijen hangen hier wel. Ja, klopt. Ja. En het thema is vrijheid, maar het is echt allemaal verschillend. Het is allemaal verschillend en ze zijn er ook in vrijgelaten om te doen wat hun bij die gedachten voelden. Hè? En je zou het aan hun moeten vragen wat ze er dan eigenlijk... Hè? Ze hebben iets gemaakt, waarom hebben ze het dan gemaakt? Hè? Dat sprak hun dan waarschijnlijk aan. Het thema is 75 jaar vrijheid. Ja, en dit spreekt me wel erg aan. Een beetje de oudere platen, de nostalgie, ja. Dat geeft voor mij ook wel een beetje vrijheid. Wat een mooie schilderij. Ja, dankjewel. Ja, maar 75 jaar vrijheid. Want hoe ben je tot die Spitfires gekomen? Nou, mijn oma die heeft in de oorlog gezeten, zeg maar, natuurlijk. En nou ja, de verhalen daarvan over hoe dat dan was, zeg maar, het geronk van de vliegtuigen en hè, dat bevrijding daar aankwam. En toen dacht ik, ja, wat geeft nou een mooi beeld van, ja, van vrijheid? Ik denk, nou, doe die vliegtuigen. Ja, dat vond ik wel mooi iets, zeg maar. Ik noem het ook flight to freedom. Dus vlucht naar vrijheid, zeg maar. Ja. Is gelukt? Ja, absoluut. Ik ben er zelf ook heel trots op. Ja, dankjewel. De gebonden handen aan de ketting en aan de vlinder, zo vrij als een vlinder. Ja, ze zeggen ook wel eens vogel, maar ik heb iets met vlinders. Als ik dan zomers in de tuin zit en heerlijk van de vlinders genieten, fladderen en ja, dat is vrij loslaten. Hij kan niet meer slapen dan niet, twee nachten lang, sinds de avond. Eigenlijk de Engelse poppies. Ik heb het als eerbetoon aan de gevallen soldaten in Engeland, omdat de velden daar altijd vol stonden met papavers en dat symboliseerde het bloed van de overleden soldaten. Aha. Dus dat is mijn toedracht vandaag voor bevrijding. Ja. En ik heb ook een heel mooi gedicht erbij geschreven. Er staat, when you go home, tell them of us and say, for your tomorrow we gave our today. Ik vind het erg mooi. Ja, ik vind het ook mooi. Ja, ik vind het ook super gaaf. Hoe lang hangt deze expositie hier? Het hangt tot eind april. Eind april, ja, dan is het weer voorbij. Geef elkaar de vrijheid en je zult beseffen. Er is geen enkel.